Zo jongens, welkom bij een nieuwe video, TVVIS-team. Ah, ik ben helemaal... Ja, ik snap het gewoon echt niet. Nieuw watertje hier zo. En ja, het is best wel raar, al 9:15, je ziet het, het is aan het schemeren. Ik heb vast één hengeltje ingegooid. Mijn tweede hengel staat daar zo en ik kom opeens een paar piepen. Ik denk, hè, dat ken ik helemaal niet. Ik kan mijn saunabox nog niet aanstaan zo. Dus op een oranje shotje, ik schep de vis. Is het fucking mijn target, meteen? Binnen een half uurtje. Fucking mooie rij, jongen. Ik weet niet wat er gebeurt. Holy shit. Ik weet niet of het te zien is. Ah, dit is echt niet normaal. Dat is niet te zien. Holy fuck, gek. Wat een begin. Nieuw watertje. Ah. Nou jongens, ik had nog een schoolopdracht. Dus ik ben best laat van huis weggegaan. Dus je ziet het, het is nog echt een flinke zooi. Ik heb nog niks gedaan. Mijn jongens zeggen wel gelukkig. En het is flink aan het schemeren. En die is... Die vis! Nu, oh! Zo, het tentje inmiddels opgebouwd. Het is echt een krabstekkie. En ja, het water kan ik ook wel even wat over tijd. Het is super ondiep. Ik zag al een beetje een paar vissen gaan toen ik aankwam. En het staat dus helemaal vol met wier. Dus ik heb echt een chilldrag van ja, misschien 80 centimeter van mijn rood tot mijn tjotje. En dan nog een paar PVA-schuimpjes erop. Om alles te zorgen dat hij niet in het wier zakt. Het is dus goed gegaan. Binnen 20 minuten ging hij af. Ik stond dus bij mijn tweede hengel die een stuk verder staat en ik dacht, hè, piepen, dat kan helemaal niet. En toch ging ik even kijken en die vis had een beetje door het wier gezwommen. Maar ja, weinig drill gehad en hij zat er gewoon aan. Ik kreeg hem gewoon binnen in het netje en gewoon de eerste nacht mijn fucking target. Perfect gehaakt jongens, die shot. Jee jongens, en even kijken, wat een vis. Jongens, kijk dit eens even, dat is echt niet normaal. Wat een vis. We hadden gehoord van iemand dat deze hier zat. En ik gooi gewoon een tjotje erop, er staat heel veel wier. En binnen 20 minuten pakt hij hem gewoon. Niet normaal, wat een monument. Kijk dit eens even, wat een beest. Niet normaal. Ik schat een kilo of 12, 13 zo nog. Ik heb er helaas geen weegschaal bij. Maar dat maakt helemaal niet uit, met zo'n fantastische vis. Niet normaal joh, wat een perfecte rijkarp. Target, binnen 20 minuten richt hij op de kant, op een shotje. Ja, ik heb hier geen woorden voor joh, niet normaal. Echt een fantastisch oude vis, je ziet het aan alles. Knikken, heb een dubbele tweebuik. Ja, waarschijnlijk ouder dan mezelf. Niet normaal. Wat een beest jongens. Ik denk dat deze vis is misschien ouder dan mezelf. Ongelooflijk. Wat een rijkarp. Ja, helemaal. Ja jongens, hij mag gaan. Wat een beestje. Mijn seizoen is nu al meer dan zo. Een paar zulke mooie vissen gevangen. Derde spiegel al. Fantastisch. Echt fantastisch. Kijk wat die zin zit een beetje op hoor. Wat een beestje jongens. Niet normaal. Zo jongens, de hengel ligt weer. Precies hetzelfde plekje. Precies dezelfde aasie. En ja, wat had ik nou bijgevoerd? Ik had even één schep van de Golden Mix, tijgernetkoop.nl. Maar heel veel spijt over het gedeelte waar die vis, of waar die chult ligt. Zodat die vis gewoon lekker gaat scharren, weet je wel. Al die kleine deeltjes op eten. Er komt natuurlijk ook veel witvis op af, dus dat geeft best veel rumoer op de stek. En dan is de hoop natuurlijk dat de karper ook komt te zwemmen. En die is dan een oranje pop-upje. Een gewetje. Die is natuurlijk nieuwsgierig, zeker in het voorjaar altijd. En die gaat een beetje snuffelen en die pakt hem zo. En dan kan hij zomaar in je netje liggen. Zo simpel kan het zijn. Moet natuurlijk nog wel even waarmaken. Maar ja, ik heb dus nu precies op dezelfde manier teruggerecht. Hopen dat er nog een visje komt. Maar ja, mijn nacht kan natuurlijk niet meer stuk.
Mijn seizoen kan dan niet meer stuk. Echt in mei, 30 op de korst. Deze vis was denk ik 12 kilo. En echt de mooiste die er is. Heel oud. Een zieke rijkarper. En 3, 4, 20 is al. En nog een mooie 13 kilo op de pieper. Schub. Ja, dat is niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n goede maand gedraaid. En we zijn pas op de helft. Yes, jongens, we hebben er eentje in het net. Hetzelfde hengeltje, hetzelfde shot, hetzelfde kleurtshot, oranje. En dat is eigenlijk een mooie week op morning call. Het is nu, wat was het? Mijn 7 uur of zo. Half 8, 5 of half 8. En hij heeft me lekker wakker gemaakt. Perfecte vis. Er kwam een beetje een hoop wier mee tijdens het scheppen. Maar het is goed gegaan. En ik ga hem zo op de foto zetten. Lekker. Zo jongens, goedemorgen. Dat is niet normaal, het houdt me niet op. Om 6:30 kwam er gewoon nog eentje van zo'n klein watertje. En het is ja, wederom echt een prachtige vis. Het is een schub. Maar die keuren die zijn echt fantastisch. Heel erg donker. Heb een mooi formaat nog. Punt gaaf. En ja, wederom geen weerschaal mee. Maar ik schat hem toch alweer een kilootje of 10. Het is niet normaal. De maand mei voor mij. Fantastisch. Anders heb ik druk. Check dit eens even. Wat een vis, joh. Een oranje puppy. Chotruggie. Tussen het hier. Ja, dit is genieten. Heerlijk, zeg. Echt heerlijk. Fantastisch donker. Kijk die bek wat erop zit. En ik ben hier onwijs bij me. Hij is ook wel leuk, hoor. Zo. Niet normaal. Heel vet. Ah, je mag weer gaan. En hij gaat weer. Wat een beestje. Prachtig het helder water. Prachtig. Yes. Nou jongens, ik denk echt dat ik op een perfecte timing bij dit water ben geweest. Want beide vissen pakten dus gewoon mijn chill terug. Maar ik heb niet echt een drill aan ze gehad. Gelukkig maar, want er staat veel wier. Dus ik heb af en toe echt maar even hard moeten remmen om echt uit de grote wiervelden te houden. Maar ja, ik heb beide vissen dus gewoon kunnen landen zoals je zag. Echt een prachtige rijenkarpen. Ik denk hier of 12, 13 haalt hij niet. Ik denk 12. En die schub, 9, misschien 10. Dus hangt een beetje om. Maar die was in ieder geval heel lang en ook echt perfect, prachtig. Donker, punt gaf wekkie. Dus ja, ik ben echt super blij ermee. Maar het is toch mooi. Eerste sessie op een nieuw water en meteen zo'n fantastisch begin. Dat beloof wat. Nou, s'nachts om 2 uur had ik nog een brasem. Ook op dezelfde hengel eigenlijk. Die andere heb helemaal niks gedaan. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een karp aanbeet. Dus ik had wel verwacht dat er echt een karp aan zat. Want eigenlijk gewoon een typische brasem aanbeet. Dat je een paar pieps krijgt en een beetje terugzakt. Een beetje gaat omhoog, omhoog, omlaag. Echt, maar dat is, die karps die hadden hetzelfde. Maar ik denk dat het komt door de childrig. Het is natuurlijk een andere manier van haken. Want mijn lood zat 80 centimeter van mijn onderrijdje af. En dan... Hij haakt zich als het ware op de druk van de lijn aan de beide kanten van de chotrig. Dus die karp is dat niet gewend, dus vandaar die paar piepjes. En ik zit zo dichtbij in mijn hengel. Dus ik was er zo bij. En vandaar dat ik niet echt een hele harde run kreeg. Dus 3 vissen, 2 karpen, dat teken ervoor. Wat hoor. Nou jongens, het is nu een uurtje of 11. Ik ga rustig aan maar een beetje opruimen.
hoe mooi het werk is. Ik moet raas van school. Coronatijden, die docenten die weten wel hoe ze de leerlingen aan het werk houden. Dus ik heb nog zat te doen. Dus heel de nacht of heel de dag ga ik even aan school werken. Dan een uurtje of acht vanavond ga ik weer terug naar de waterkant. Kort nachtje vissen. En dan morgenochtend moet ik om 6:30 beginnen. Dus wordt 5 uur het wekkertje. 5:30 opruimen. Maar helaas, vaak vangt het 's nachts. Dus ik denk dat we goed moeten komen en dan maar een paar uur minder slapen. Maar misschien weer een dikke van me. Zo jongens, kaartjes ingepakt. We gaan er vandoor. Een mooie nacht. Zo jongens, dit was de video weer. Echt een fantastische vis. 2 fantastische vissen, maar vooral die rijen. Ja, die gaan niet meer uit mijn hoofd. Ik ben er zo blij mee. Doe even een brouwduimpje voor deze prachtige vis. En dan zien we je volgende week weer. Dinsdag 3:30 een nieuwe video. En blijf de hoogte, want er komen dikke dingen aan.